Een recordvangst in de Rotterdamse haven. Ja, cocaïne is daar een hele grote hoeveelheid in het afgelopen jaar is daar opgerold. 72.808 kilo door het HARC-team van de douane. Ja, dat is echt een bizar grote hoeveelheid. Er was al een recordvangst in 2020, toen was het ruim 40.000 kilo. Maar nu is het dus bijna verdubbeld. Dit jaar gaat het OM de strijd tegen drugscriminaliteit in de Rotterdamse haven nog verder opvoeren. Met onder meer de verbetering van technische middelen, uitbreiding van het onderzoeksteam en ook het aanpassen van systemen. Moet het allemaal nog lastiger worden voor cocaïnecriminelen om drugs de haven in te smokkelen. En ja, degene die daar uiteindelijk veel mee te maken gaat krijgen en die daar ook verantwoordelijk voor wordt, is Dilan Yeşilgöz. Zij is minister van Justitie en Veiligheid en er was veel discussie over haar benoeming. Ze heeft geen juridische achtergrond en het is nog niet eerder voorgekomen dat die minister van Justitie en Veiligheid dat niet had. Ja, alleen invallers, hè, Rita Verdonk bijvoorbeeld en Stef Blok, die hadden geen juridische achtergrond. Maar mevrouw Yeşilgöz, die gaat het toch echt helemaal in haar eentje doen. Veel juristen vragen zich dan ook af hoe de nieuwe leidinggevende van het ministerie van Justitie en Veiligheid de essentie van een doorwrocht stuk uiteindelijk tot zich zal gaan nemen. Maar, zegt zij zelf, ik heb gelukkig heel veel goede mensen om me heen die me daarmee kunnen gaan helpen.